Een popperig poppetje. Oh, om je vingers bij af te likken. Nou moeten ze nog eventjes terug in de oven en dan zijn ze klaar. Voor de bazaar. Wat is dat, een bazaar? Dat is een soort markt, maar dan voor het goede doel. Iedereen brengt iets naar de kerk om te verkopen en zo krijgen ze een heleboel geld bij elkaar. Oh. Ik wil niet opscheppen, maar mijn koekjes zijn goud waard. En daarom breng ik ze dus naar de kerk om te verkopen en jou ook. Mij ook? Jij mag ook mee. Zakken worden niet! Oh, Boris! Oh. Oh. Mevrouw Theelepel. Mijn stuitertje. Oh, als ik die kat in mijn handen krijg, dan... Oh. Oh, het is weer eens zover. Als ik boven kom, dan pak ik jullie bij je lurven. Dan piepen jullie wel anders. Over piepen gesproken. Ik ben weer piepklein. Oh, wat moet ik nou toch doen? Ik heb mijn koekjes nog niet eens klaar. Ik kan u toch een handje helpen? Stap er maar op. Op deze manier kom ik nooit op tijd klaar voor de bazaar. Moet je me nou eens zien staan, een rare koekenbakster? Oeh, vlam in de pan! Nou heb ik niks meer om te verkopen en ze waren net zo goed in vorm. Maar ik heb een fantastisch idee. Wendy, jij gaat naar de bazaar met een heel speciale pop. Alleen nog een jas. Ik denk dat we het zo moeten doen. Hé, leen me je oren eens even. Ik ga zo raar zo dan. Niet zo stampen. Niet zo schudden. Ik ben niet van hout. Ik word misselijk. Ik ben zeeziek. Even frisse lucht. Dadelijk ziet iemand u nog. Oh, poppetje gezien, kastje dicht. Nou moet u stil zijn, anders denken de mensen nog dat ik sprekende boterhammen bij me heb. Zeg, ik ken jou helemaal niet. Kom je uit een ander dorp? Ik kom uit het bos. Uit het bos? Wat gek. Tja. Maar je hebt iets meegenomen om te verkopen. Wat een prachtig mandje. Niet de mand. Ik heb een poppetje bij me om te verkopen. Laat eens zien. Wat een gek poppetje is dat. Ze is doof en ze kijkt een beetje schil en ze lijkt op iemand die je kent. Wat vreemd. Het is een opwindpoppetje. Op de rug zit een sleutel. Kijk maar. Laat dat dan maar eens zien. Goed. Ik hoop dat dit geen pijn doet, maar anders geloven ze me nooit. Nee, maar wat een enig poppetje. Ik ben eigenlijk te groot voor me. Deze pop moet ik hebben. Kom eens kijken allemaal. Ze kan lopen. Het is een verkleden maar. Wat een popperig popje. Waarom heeft ze nou opeens op met lopen? Ze is zeker moe. U bent de ster van de show. Zeg, ik ken jou helemaal niet. Waar kom jij vandaan? Uit het bos. Mag ik misschien met je pop spelen? Nou, nee. Ik weet wat. Zullen we ruilen? Jouw pop voor mijn beer. Nee. Oeh, dat is een probleem. Iedereen wil, geloof ik, dat poppetje kraken hebben. Wat doen we? Ik weet wat.
We houden een veiling wie het meest biedt mag haar hebben. Wat ben je toch een knappe man om zoiets te verzinnen. Wie biedt er iets voor deze poepen? Ik geef haar 50 gulden. 50 gulden is toch niks voor zo'n pop? 75? Er is al 75 gulden geboden, iemand ogen? Ik koop haar voor 100. U hebt hem. Ah! 125. 125 geboden, wie meer? Ik bied hoger, 150. 300 gulden. Ik ben bang dat ze u echt aan het verkopen zijn. Er wordt toch wel meer geboden voor deze mooie poepen? Ze kan lopen, dansen en ze is lief voor de kinderen. En ze bijt niet. Ik bied 250 gulden. Deze verstandige dame biedt 250 gulden. Wie biedt er meer? Wie biedt er meer? 300 gulden. 350! 400 gulden. Wie biedt er meer? Eindelijk rust. Oh. Papa, dan mag ik kapot maken. Qua? De pop is verdwenen? Zomaar weg! Waar bent u nou, mevrouw Theelepel? Ik bedoel, de pop. Ze kan toch niet weggelopen zijn? Rappy! Poppetje opeten, ja! Nou, geef hier die pop, het is geen zuigfles. Wat een grot! En mee jij, of ik zal je ze rammelaar geven, dat geschreeuw voor jou ook altijd. Nou, dat was op het nippertje. Mevrouw Theelepel, u bent weer groot. Dan wordt u niet meer verkocht. U blijft bij mij. Maar natuurlijk, al is het wel leuk om te merken dat ik zoveel waard ben. Dit blijft lekker ons geheim. Jawel. En dan te bedenken dat Basil me voor niks kreeg. Zeg eens, hoeveel denk jij dat hij voor mij geboden zou hebben? Hij vindt vast dat u onbetaalbaar bent, net als ik.